Heb je je ooit afgevraagd waarom PC-gamers zo blij zijn met een game die mods ondersteunt? Het antwoord is simpel. Ze zijn de moeite waard. Modontwikkelaars maken content die de game nog nodig had of beter maakt en je verbetert je gameervaring enorm. In deze top 5 kijken we naar de 5 beste en meest interessante mods die je op dit moment voor Cities Skylines kan downloaden. En het is nog makkelijk ook. Zodra je de game legaal hebt gekocht en gedownload, kan je via de Steam Workshop makkelijk alle content filteren en selecteren. Het makkelijkste is om specifiek naar mods te zoeken en ze te sorteren op de best gewaardeerde mods die je kan krijgen. Zoek een mod die je interessant lijkt, klik op subscribe en je hebt de mod geïnstalleerd voor je game. Lees wel even goed door welke mods elkaar niet ondersteunen en of je nog extra handelingen moet doen om de mod aan de praat te krijgen. Dit is bij sommige mods namelijk wel het geval. In onze top 5 hebben we gekeken naar de functionaliteit en toegevoegde waarde voor de game. Het is aan jou om te kijken of je computer de mod in kwestie ook kan draaien. Sommigen hebben een zware impact op de prestaties van je game, anderen niet tot nauwelijks. Op de 5e plaats hebben we een kleine verzameling van grafische mods verzameld. Het is nog geen wereld van verschil, maar met een klein beetje tweaken kan je met de mod Borderlands Skylines een compleet andere look aan je game geven. Borderlands feel, extra realistische kleuren of iets uit de wereld van Tron. Sunshaft is een kleine toevoeging die zonnestralen toevoegt aan de game om je hoge gebouwen nog meer te laten stralen. De zonnestralen geven je wereld een stuk levendiger gevoel die je zandbakgevoel van de game je een beetje doen laten vergeten. Post-process effects geven je extra opties voor grafische verbeteringen, extra NTA-aliasing opties, de mogelijkheid om bloom en motion blur toe te voegen. Zolang het subtiel blijft, blijft van toegevoegde waarde. Ambient occlusion is van kleine impact en zorgt voor extra diepte door schaduw om meer tot de recht te laten komen. Al om een kleine verandering voor de game is het effect een stuk realistischer. Let wel op bij de grafische mods, bij een aantal moet je een nieuwe game starten om de effecten te kunnen activeren en ze te kunnen aanpassen. Je oude save reageert hier mogelijk niet op. Op de 4e plaats staat Automatic Bulldoze. Zodra een stad meer dan 10.000 inwoners heeft, wordt het langzaam maar zeker steeds lastiger om alle vervallen en afgebrande gebouwen met de hand te slopen. In plaats van achterover zitten en wachten tot de game de gebouwen zelf vervangt, is Automatic Bulldoze dé oplossing om dit probleem op te lossen. Hoe groter je stad, hoe meer deze mod toegevoegde waarde zal zijn. Elk gebouw wordt bijna direct gesloopt en geef je inwoners meteen de kans om er een nieuw gebouw te plaatsen. Als je van een goed geoptimaliseerde stad houdt, is dit de mod voor jou. Alhoewel een diepteperspectief erg fijn is, zijn veel mensen opgegroeid met een tweedimensionaal perspectief in de eerste City Games. Op de 3e plaats staat de mod Isometric Camera en kan je dit perspectief zelf toevoegen. Zonder er al te veel over te hoeven zeggen, geeft deze mod een zeer uniek effect. Met bijna dezelfde bewegingsvrijheid als voorheen verliest de game zijn diepteperspectief en heb je een vlak maar evenwaardig overzicht over je hele stad. Het heeft een grote invloed op hoe je de game ervaart zonder de game drastisch te veranderen. Het enige nadeel van deze mod is dat de detail verloren gaat bij het in- en uitzoomen. Het is met de normale camera niet, of in ieder geval minder, het geval. Als een soort plek 3,5 hebben we de mod First Person Camera ook uitgeprobeerd en kan je niet anders dan toegeven dat dit een zeer unieke mod is die de immersie van de game sterk verhoogt. Een beetje als de Coaster Cam van Rollercoaster Tycoon is deze mod het proberen zeker waard. Let wel op, hij werkt niet samen met de Isometric Camera en de mod heeft soms nog last van vervelende bugs en kuren. Als je er stil bij gaat staan zal je je hoofd misschien schudden, maar Toggle Traffic Lights is een mod die heel weinig doet, maar een enorme impact heeft op je stad. Hij verdient zijn plek op de 2e plaats met gemak. Door zelf te bepalen welke kruispunten wel of geen stoplichten hebben, kan je zelf invloed uitoefenen op de doorstroming van je stad. En wordt het een stuk leuker om te experimenteren welke methodes het beste uitpakken voor zo soepel mogelijk doorstroming van je verkeer. Ook wegen die voorheen standaard stoplichten hebben, kunnen nu gebruikt worden als zesmaans rotondes of eenrichtingsverkeer met soepele doorstroming. Toggle Traffic Lights is een kleine mod met een enorme impact. Op de 1e plaats staat een mod die een teleurstellend aspect van de originele game elegant weet uit te breiden. Extended Public Transport UI is een mod die je openbaar vervoer een stuk overzichtelijker maakt. In plaats van dezelfde kleuren voor verschillende routes kan je nu makkelijk overzicht houden welke routes waar naartoe gaan. Hiernaast geeft deze mod aan hoeveel mensen die verbinding gebruiken en hoeveel drukte je op de weg bespaart. Met een beetje uitvogelen, experimenteren en mierenneuken kan je openbaar vervoer een gigantisch deel van je stad vervoeren en hou jij als cityplanner al het overzicht over je verbindingen. Stay connected. Laat weten wat je van de verschillende mods vindt en welke mods nog absoluut noemenswaardig zijn om uit te proberen. Elke dag wordt er extra content toegevoegd en het zal ook niet lang duren voordat de grote projecten het dagelijks zullen halen. Veel plezier met City Skylines en heel veel modplezier.